Yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. Volgens mij is dit episode 13, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ja, vandaag gaan wij mijn cocoa bean farm afmaken. Of nou ja, zeg maar weer opnieuw maken, want uh, ik heb een heel gaaf nieuw design gezien bij Puzzles Junior. Uh, hij had uh, dit design ook gebruikt dus in zijn tutorial serie, Survive and Thrive. Ik ga hem soort van namaken. Uh, niet helemaal, maar ik vind het gewoon echt... Het beste design voor een Coco van wat ik ooit heb gezien. Dus hopelijk nemen jullie het met niet kwalijk dat ik zijn design even ga gebruiken. Maar ik maak hem niet helemaal exact na. Ja, exact. Ik maak hem niet helemaal exact na, jongetjes. Nee, ik maak hem niet helemaal uh, exact na. Maar uh, uh, wel een beetje, zeg maar, het ontwerp met die plantjes en die bompjes en zo. Maar goed, eens even kijken. Uh, ik heb zes jungle saplings, wat bone meal en wat wood. Dus uh, ja, daar gaan we het vandaag mee doen En ja, ik heb dat, uh, dat pergula Slash partytet dingetje wat wij in de laatste episode hadden gemaakt Heb ik uh, ja, weggehaald Dat heb ik uh, gesloopt Omdat ik nu uh, dit met de saplings wil doen Maar uh, ja, we gaan bijna in de volgende episode Gaan wij een kat halen dus uh, ja. Maar goed. Uh, Cody die gaat ons vandaag assisteren op deze coole missie. Dus ja, uh, yeah, by the way, ik uh, laat even uh, mijn sugarcane groeien. Om te kijken hoeveel sugarcane ik krijg als ik. Um, uh, ja, dan in één keer alles eraf val. Dus misschien een twee sterks of zo moet ik even kijken. Maar goed, Cocoa uh, in Farm. Dus even kijken. Dan moeten we het de design even kijken. Hè. Um, hier. En dan was het. Zo. Ja, dat weet ik nog. En dan wat was het zo. Iets als. Was dit het? Ja, volgens mij zoiets als dit, toch? Of niet? Ja, toch? Ik zou... Ja, hoor. Ja, hoor, zoiets als dit was het wel, hoor. Ja, zeker. Nou, dan laten we maar eens boekjes groeien. Uh, oh, mijn god. Nee, toch? Dat kost weer een hoop boonmiel. Maar een hele stomme stepping, de vreemde boonmiel. Moet je kijken. Nee, wat een asociaal ding. Goed, kan ik eerst weer terug naar mijn nieuwe storage unit, die ik... Uh, gemaakt. Ik moet hier trouwens nog echt iets van een hutje gaan maken. En een keer, dat gaan we echt doen. Ik denk dat we dat uh, ook in de volgende episode gaan doen. Want wel, ik ga even off-camera even uh, uh, vissen. Dus um, ja, dan gaan we een katje halen. Dat is binnen 5 minuutjes gebeurd. dan gaan we hier, hier denk ik een, uh, een farm-shit maken. Dus ja, en ik ga ook nog een keer de jungle exploren voor een jungle temple. Maar dat is pas uh, later. Goed, uh, ik heb ook bij de way een potions potato gekregen. Dus ja, ik heb heel wat gefarmd off-camera. Ik heb ook alles gesorteerd. Ja, I know, dus alles de sugarcane. Ik heb er wat letter en zo, zoals je ziet. Heb ik aardig wat koetjes. Dus uh, die wil ik uh, weer even gaan reeten straks, of nou ja, later. En dan ga ik ze weer uh, ja, oogsten. Even kijken. Dan heb ik hier geen boos meer in zitten. Kennelijk niet. En dan moet ik weer wat teruglopen. Geweldig. Ik ben nog steeds niet voorbereid. Ha, ik was dat helemaal vergeten. Maar goed, dus ja, hier komt dat hele sugarcane. Of nou ja, dat uh, Coco Bean Farm gedoe dus hopelijk vind je het niet te erg dat ik het pas als junior oh ja by the way jongens uh, mijn mind is gewoon op 1 miljoen plaatjes op dit moment ik weet dat ik zeg dat heel vaak maar het is gewoon zo want ik weet gewoon niet wat ik het eerste of het laatste moet recorden sommige mensen uh, die hebben gewoon uh, dat van nou ik weet niet wat ik het eerste of het laatste moet doen nou ik heb uh, uh, ik weet niet eens wat ik eerst moet recorden moet ik de derp's recorden moet ik dit recorden moet ik blunderstone 2 recorden moet ik Happy wheels recorden moet ik GTA recorden moet ik vind ik voor allemaal recorden ik ben het gewoon allemaal kwijt even kijken oh mijn god zijn dit allemaal boons Jezus, dat dus moet ik ook nog op skeletonjacht. Nou, dat zal me wat lijken, jongens. Even kijken, zo even wat eten. Maar goed, dus. Um... Eh, uh, ja, het spijt me dat als de komende, ja, week het erg rommelig is qua video op Shadow Games 23. Maar ik maak mij ook redelijk druk over de GTA Play Want ik wil die GTA Play gaan beginnen. Alleen ik vind hem zo moeilijk om te recorden. Want telkens gaat er dat mis. Want dan faalt de commentary gewoon echt keihard. Dus ik weet niet precies hoe ik het moet oplossen. Maar uh, dat zien we later wel. En ik weet trouwens ook nog steeds niet wat voor series ik allemaal wil doen. Maar, uh, ja, oké. Okay, want dit boompje is goed, goed. Lekkere hoge boompjes, daar hou ik van. Kom op! Kom maar wat? Jezus, ik wil al zeggen, wat de hel, jongens. Dit is wel erg kort of, of langer hoge boompjes. Moet je eens kijken? Nee. Even kijken, nou, dan kunnen we wel veel mooi. Um... Dat patroon meemaken, dat is wel gaaf, denk ik. En uh, ik wou ook wat gaan doen met solarpanels, of solarpanelen. Alleen, dat wil ik gaan bewaren voor de EP5. playthrough, waar ik volgende week bij de Wii ook mee ga beginnen. Even kijken, zo. Maar goed, ondertussen dat ik even een uh, zorg ga craften van Junglewood, ga ik maar even over de series praten. Even kijken, zo. Maar goed, de series dus. Uh, ik maak me redelijk druk om de series. Uh, vooral GTA, dus dat zei ik net al. Want wel, ik weet gewoon... Goed... Niet hoe ik die aan moet recorden op dit moment. En ik maak me daar best wel druk om. Uh, wat ook echt enorm vervelend is, is de Bloodstarter Fans 5. En als jullie vast allemaal zeggen. Uh, Bloodstarde Defense 5, hoe kun je dat nou vervelend vinden? Wel, Bloodstarder Fans 5 vind ik leuk om te recorden. Alleen jullie vinden het niet zo heel erg episch. Dus ik weet niet precies hoe ik die playthrough moet aan gaan pakken. Dus ja, Ronald Spot Minecraft doe ik natuurlijk uh, uh, met plezier alleen. Binnenkort komt ook de 1.5 playthrough... En dan ben ik bang dat jullie gaan zeuren om uh, Ronald spookt Minecraft, dus ja, het is allemaal gewoon een beetje hachel op dit moment, maar uh, ik werk er wel enorm hard aan en mijn god, volgens mij hebben we iets uh, te weinig slaps gemaakt. Um, uh, zomaar mag ik voorgevoel, even kijken, zo, dan hup, 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 oké, okay. um, nou dan mag wel zo. Kijk, oh, nog leuke Minecraft music. of van die leuke belletjes en zo. Maar goed, jongens. Dus verder even over de playthroughs en zo. Um, uh, de Happy Wheels playthrough. Uh, waar ik het laatst met jullie over ga. Uh, ik weet niet of ik die wil uh, gaan doen. Want wel, ik heb het op dit moment gewoon ook enorm druk met de derp. Zo, en, en oh, mijn jezus. Al die playthroughs. Ik weet gewoon niet meer wat ik het is. of het laatst moet doen. Dat zeg ik net ook al. Maar het is gewoon echt. Een gaming kanaal vergt zo veel tijd. Het is gewoon schandelijk. Even kijken. Zo. Dus uh, zit een beetje redelijk. Even kijken, hier komt het, uh, het trappetje zo. Even kijken, dan moet ik wel even... Even kijken, uh, zo. Oh, kan dat niet? Kan dat niet? Nee, damn. Dat, nee. Kan dat niet anders? Op die fiets, oké. Okay, ik snap het al. Even kijken Zo, en dan plaatsen we die daar. En dan dit weer weg. Oké, okay, nou, dan hebben we tenminste een trappetje waar we mee naar boven kunnen. Uh, een beetje goofy, maar dat maken we wel even beter. Oké, okay, dit staat wel redelijk zo qua trap. Oké, okay, dan moet ik dit allemaal op gaan vullen. Maar goed, dus ja, jongens, als het een beetje rommelig is, dan spenden dat enorm. Maar ik heb ook een idee om iets met vlogs te gaan doen of zo: de maandelijkse vlog of zo waar ik updates ga geven. En waar ik het ook enorm druk mee heb, is mijn Call of Duty slash Xbox games waar ik het allemaal wil gaan doen. Daar heb ik ook nog niet uh, tijd voor gehad, want wel, ik moet nog een computer afbetalen en ik heb het zo enorm druk. Dus jongens, ik zeg het maar even: het wordt chaos. Even kijken, zo. Het probleem is ook, de commentaries is ik niet goed. Ik heb vanochtend geprobeerd op de nieuwe Subarash te halen met van Factsy Recording. Daar was ik ongeveer een uur mee bezig en het faalde zo. Ik ging echt twintig keer dood, geen grapje. Dus uh, dat is van de kaart. Uh, het faalt gewoon echt gewoon keihard deel met bij mij. Even kijken. Nou, dit ziet er wel redelijk uit, vind ik zo. Mooi, kan ik mooi oplopen zo. Nou, dat vind ik wel, 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 wel leuk. Zo, dan kan ik hier helemaal Koko planten. Uh, nou, dan ga ik Koko Beats platten. Hier zijn we redelijk snel mee klaar. Ik had verwacht dat dit uren zou duren. Even kijken, dat redt ook nog. Nou ja. Maar uh, ja, misschien heb ik zelfs nog wel uh, tijd om de farm chat hier te maken. Dat zou ik wel graag in deze episode willen doen. Maar uh, ja, ik weet niet dus of ik daar tijd voor heb. Coco Beat, where are you? There are you. Come to me. Even kijken zo. Oké, en ja, maar even over hoe Minecraft verder. Dus nog, hè? Nou, volgende episode dus een kat. En daarna ga ik beginnen met mijn huisje. Yeah. Ik moet nog wel wat uh, oefenen in creative mode en zo. Maar uh, het komt allemaal. Ik uh, werk er enorm hard aan. Maar ja, yeah, ik moet dus nog een beetje uh, oefenen met creative en zo. Van wat wil ik en uh, hoe groot moet alles worden. Dus. Maar wel, dat kost tijd, jongens. Dat kost tijd. Dat is een uh, kwestie van tijd, dus oefenen. Veel craften en zo. Dus hopelijk vinden jullie het allemaal niet te erg dat het allemaal wat langer gaat duren voordat ik mijn echte huis ga bouwen. Maar uh, ja, ik werk er dus aan, er wordt allemaal aan gewerkt. Uh, jullie zitten uh, waarschijnlijk te denken dat ik helemaal de hele dag niks zit te doen en een beetje op mijn luie kont zit. Maar dat is niet zo, ik werk enorm hard aan Shadow Games 23, dus ja, het is het enige wat ik doe op dit moment eigenlijk. Even kijken zo, Coco Beats, 360 graden, mooi zo, hup, hup, hup. Nee! Even kijken. Uh, misschien ga ik nog wel iets met solar panels doen, maar uh, dat weet ik niet. Even kijken. Nou, kunnen er mooie kokobins groeien? Even kijken, op plaats we even wat torches. Uh, torch en torch. Oké, okay, nou, dat is wel goed. Uh, dan anders dat bordje tegen die dingen aan. Want die dingen die functioneren als een heel blok. Dus dan heb ik hier zo en dan loop ik er tegenaan. En dan kan ik niet meer door. En dat is helemaal uh, geen handicapt. Goed, um, heb. Uh, goed. Wat ik nu nodig heb is een chest. Even kijken. Zo, ik maak er gewoon even een jungle dan wel. Het is niet zo dat ik daar een jungle heb of zo. Nee. Even kijken, zo. Ik moet wel toch even. even verbaast mij, de commentaar gaat nu goed. Wat de hel, jongens? Waarom faal ik? Even kijken. Um, ja, ik, ik weet het niet. Soms gaat het goed, soms gaat het gewoon slecht. Even kijken. Oh ja, ik heb hier trouwens zo van. Ja, um ...neergezakte storage uh, ja, unit ding. Vind ik wel chill. Maar goed, dit is mijn cocoa bean farm. Cocoa bean farm à la Ronald. Uh, het is niet het mooiste ding ter wereld. Maar het functioneert. En daar gaat het om. Is het misschien leuk als ik dit zo doe? Nee, dat staat lelijk. Maar goed, uh, ja, dat staat wel leuk. En wel, het zal allemaal wel. Pas als Juni gaat hem een stuk mooier. Uh, Oeh, vines, vines, vines. Deze is nog niet klaar. Halleluja, we moeten er nog vines en alles aan. Vandaar dat hij zo goofy lijkt. Als er helemaal vines aanzetten, dan wordt het wel beter. En gaat dan richt het ook nog... Oh, ik had de Sams al wat lager staan. Goed zo. Ik wist dat het kennelijk ging regenen. Even kijken zo. Um... Dus dan een slaapje doen. Maar goed, jongens. Gewoon als het Minecraft dus. Um... Uh, binnenkort gaan we dus inderdaad mijn huis bouwen. Ik ben van plan om het huis helemaal klaar te hebben voor episode 20. Dus uh, ja, dat wordt nog wat. Even kijken wat wil ik. Ja, ik ga weg. Jee. Yeah. Mooi dat het later kwam zodat ik er doorheen kon slapen. Even kijken, so, oh ja, jongens, laat even weten in de comments Wat vind je van mijn audio kwaliteit, ik heb het nog helemaal niet van jullie gehoord uh, Behalve mensen die ik al op Skype heb uh, gesproken Maar goed, laat even achter in de comments wat jij van deze audio kwaliteit vindt En, uh, ja, het is dus mijn nieuwe Blue Yeti Goed, uh, mijn god, mijn armor is garbage Vooral mijn belangrijkste stukjes, mijn uh, chestplates en mijn uh, leggings Oh, ik wil het uitproberen, even kijken, werkt dit? Ja, als je tegenwoordig uh, rechter muisknop uh, klikt op armor Dan, poef, dan gaat hij aan, dus ja, het is best wel cool, vind ik dus ja, best, best chill. Even kijken, goed, dat is heel handig in hangen games. Wat wil ik. Is mijn sound zachter? Want al die. Dat, dat, dat gezeik ge van die beesten op de achtergrond. Mijn Jezus. Ik zit in de fucking dierentowing hier. Shut the fuck op. Goed. Uh, vines, Halleluja. Daar wou ik mee aan de gang. En die heb ik hier uiteraard niet. Um, kunnen jullie alsjeblieft zo vriendelijk zijn om jullie waffel dicht te houden? Stel dat je irritante porkies. En stel dat je irritante boeboes. Mijn god. Even kijken. Ja, ik noem koeien boeboes. Leuk, hè? Even kijken. Goed, wel. Uh, laten we maar zo gaan halen. En ik vind het echt gewoon... Ronald van Minecraft, het gaat gewoon altijd goed op die record, jongens. Ik heb nooit een slechte dag met Ronald van Minecraft. Gewoon nooit. Behalve met GTA. Met GTA gaat altijd alles te soepen. Maar uh, ja, met GTA hou ik me even over op. Dat zien we later wel. En de rest van de playthroughs ook. Maar ik wil gewoon even zeggen, en uh, ja, verwacht niet dat deze week iets van uh, Xbox commentaries uh, online komen. Uh, misschien als ik daar tijd voor heb. Ik denk niets. <laughs> Wat ik ga proberen om ook uh, veel van de dubbestroe uit te brengen. Want die playthrough wil ik echt wel gaan doen. En ja, de 1.5 leeftroon. Ja, 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 ja. Dat is ook nog een heel punt. Want ik ga de ene dag uh, 1.5 leeftroon, de andere dag gewoon als doen. Dus um, ja, maandag uh, 1.5. Uh, dinsdag gewoon als ppm. Woensdag 1.5. Donderdag enzovoort. Enzovoort. Goed, vines. Waar heb ik die kringen? Uh, planten. Wat is de plantenkist? Ik heb toch een kist met planten. Mag ik kopen of niet? Gems overig misschien? Nee, hierin. Nee, hierin. Nee, hierin. Hmm. Nee, dat doet me niet. Oh, dit is zo episch. Ik heb gewoon Jane in mijn uh, uh, Minecraft-veel. Even kijken. Ik heb ook niet veel Cobblestone meer. Halleluja. Oeh, Concave Sounds. Even kijken. Waar zijn mijn vines gebleven? Hallo, ik had vines. Of niet? Nee, kennelijk niet. Wel daar kan ik ook nog. Gaan. Ik word er helemaal gehandicapt van. Goddorry. Nou ja, dan kan ik toch niet toe aan onze farm-chat. Nou ja, zal. Even kijken. En jongens, uh, ik heb uh, denk ik uh, mij iets bedacht. Um, misschien ga ik mijn huis hier aan de kust maken. Uh, puur om het feit. Dit uitzicht is echt gewoon, gewoon, gewoon gaaf. Ik weet het niet zo zeker. Maar. Um... Uh, moet ik even kijken. Ik wil, denk ik, hiervoor wel een terras bouwen. Maar als ik mijn huis daar maak, dan wel komt die, denk ik. Ja, het, ik vind het zo nadeel, want het is allemaal zo. zo... Het is niet vlak. Het enige waar het vlak is, is hier. Dus ik denk inderdaad dat ik mijn huis hier moet bouwen. En het wordt geen mansion. Het wordt een fatsoenlijk, normaal Minecraft zwavelhuis. Ik moet er nog inderdaad even wat mee bekijken en zo. Uh, en oh ja, ik zit er wel aan te denken om voor. Anders is het een gehaald. Fijn fijnschade. Ga ik even uh, praten over de EBS 5 door by the way. Oh ja, ik ga dus. Um... Voor de EP5 bleef het goed. Um, uh, taxi-pack. Um, 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 uh, niet Coterie Craft. Uh, dat dat taxi-pack wat Corellis altijd gebruikt. Ik, ik, ik ben even de naam kwijt. Um, niet John Legacy. Uh, anders. Dat, nee, dat is John Smith. Um, ik weet het even niet, maar dat taxi-pack wordt Freestyle OMG ook gebruikt En zijn. Uh, uh, wat is het? Uh, Doeting survival. Dus dat tekstje ben ga ik gebruiken voor de EB5, het uh, Denk ik, weet ik nog niet. Misschien ik uh, mij niet uh, uh, haten als ik het niet doe. Maar ik uh, wil gewoon ook even wat uh, je ja, afwisseling voor jullie hebben. Even kijken zo ongeveer 20 finds is wel genoeg, denk ik. Wat het groeit wel, dus. Even kijken, die. En dit Oké, Oh, ja die ga ik bij de even vissen later voor mijn. Um, 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 ja, alsjeblad voer. En schiefvorm. Nog niet. Veel later pas. En die ga ik denk ik ergens achter de Tower of uh, Power maken. Denk ik. ik moet nog even een andere naam bedenken voor die uh, Tower. Want wel. Dat is echt na nou, Avengers Junior. En dat te zijn ga ik niet na Avengers Junior. Alleen het, eh, uh, ja, de verdering zeg maar. Maar ik maak hem compleet anders met een zijkant die over de cliff hangt en zo. Die voor mij, ik wil niks, uh, uh, ik wil niet lullig doen of zo. Maar hij wordt een stuk epicer in die Verpasters Junior. Goed, eh, uh, let's do this. Uh, ik heb geen dirt. Geweldig. <laughs> Loop die kant maar weer op, Ronald. Mijn god. Eh, uh, dirt. Dat is de woedkist. Dirt. Ja, oké. Okay. Doegt. Hij heeft de doegt. Even kijken. Eaten. Mijn god, ik ben net zo'n konijn. Even kijken. Ja, dat was niet echt wel bij de way. Goed. Nou, terug naar de farm. Ik word helemaal gek voor die beesten die in mijn gat. En op. Op. En oei. Batman. Even kijken. Zo. Nou, nu ben ik er in ieder geval op. Dan gaan we de vijnspa planten. Uh, hier een fijn. En daar een vijn. En hier een vijn. En daar een vijn. En daar een vijn. Overal vijns. Sign, sign, everywhere the sign. Do 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 do. Ik weet niet of het je het kent van Minecraft. Maar dat is zo'n Minecraft parodie. Daar hebben ze, oh, ze zo'n parodie gemaakt van signs. Ik weet niet precies hoe het echt een liedje gaat. Maar dan gaat het zo van... Sign, sign, everywhere the sign. Do 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 do. Ik heb werkelijk geen idee wat ik nou aan het doen ben. Maar uh, ja... Uh, her, her, her... Uh, 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 uh. Oké. Okay. Waar ik het ook nog met jullie over wil hebben vandaag is over de Minecraft minigames. Want ik heb inderdaad ook in de planning om uh, Minecraft minigames te gaan doen. Uh, waaronder, jawel, Minecraft hangen games. Of nou eigenlijk Survival games. Ik moet alleen even een fatsoenlijke uh, server vinden. Want de SG-servers zitten de laatste tijd gewoon. Jezus Christus. Gewoon compleet vol. Even kijken. Ja, groeit dit wel allemaal? Ja, dat is wel goed. Maar dat, dat, dat zit dus echt allemaal enorm vol. Ik kan er allemaal niet op. Misschien ga ik gewoon alle 30 servers toevoegen. Want ze hebben 10 EU-servers. 10 uh, Australische servers En 10 uh, um, um, Amerikaanse servers Dus ja, moet ik even kijken Ik zit er wel het dek op ze gewoon allemaal toe te voegen Want het zijn wel de servers met de mensen te lijken Maar ja, er spelen ook gewoon echt gewoon mensen op Die zijn gewoon op, werkelijk op Goed in die fucking Hunger Games Dus ja, ik weet niet of ik überhaupt Ehm um uh, goed genoeg wel om in die service te kunnen. Even kijken. Nou, het boeit me niet of het goed is, ja of nee. Ik vind het best. En uh, anders dan uh, pas ik het later af wel eens even aan, ik, hè. Zo. Maar ja, jullie vonden mijn Coco Bean Farm idee wel enorm cool. Alleen, ik vond het zelf gewoon drie keer niks. Dus ja, ik vind dit gewoon een stuk cooler. Even kijken, goed. Uh, ja, dan zijn goede allemaal Of de Fines allemaal wel, jongens. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Goed, waar ga ik nu mee verder? Uh, jongens, ik denk dat de episode al wel lang genoeg was. Ik vind het fijn gewoon om iets afgerond te hebben. En uh, dan gaan we de volgende episode, denk ik, de Ocelot vangen. En uh, de Farm shit maken. Dus ja, ik stoor even de vastzorg. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik ga even op Ocelot lot vissen en wel even de zooi een beetje storen. Zo, en dit kan daar weer heen. En dit kan hier en dit kan daar. Uh, uh, uh. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Volg mij op Twitter. Like de video. En schrijf even. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Bijna weer. Ronald speelt Minecraft. Later mensen.